We zijn in het Jules Otte-stadion in Gentbrugge. Gent is vorige woensdag ronduit belachelijk gemaakt door tweede klasse Kortrijk. Een van de grootste blamages van de jongste jaren voor de Buffalo's, die een klinkende revanche verschuldigd zijn aan hun bestuur en aan hun supporters. FC Brussel speelde vorige week voor het eerst onder deze Frankie van der Elst. Verloor met 0-1 tegen Standard. Men zal tot het einde van het seizoen zeker moeten vechten om de degradatie te ontlopen. Andic. Ruiz moet terugkomen. Andic met de voorzet. Is niet goed getrapt. Mooi in de voeten van Sorokin. Goed schot. Jurgasevic net. En landde Toubi met het hakje. En daar was het warm bij Agent. En alweer was het die Rus, Valery Sorokin. Andic slordig gespeeld in de voeten van Ruiz. Goeie bal voor Olufade. En die wordt vastgehouden door Chris Bruno. En dat is meteen geel. Rood, zegt Gumini. Ja. Hij oordeelt dat Olufade door was. Maar dat is een zware sanctie. Zo vroeg in de wedstrijd. Heel Brussels terug. Daar is Fadiga en de redding van Cordier. Goeie save, Michael Cordier. Een strenge beslissing van Gumini. Daar is Jurgasevic met de fout op Corius. Nee, die krijgt hij niet. Corius net iets te laat. Lando Toubi, slechte controle. Olufade. Tackle van Peteu. Nog een tackle van Peteu en dan is Maric er weg. Ruiz. Foley voor doel. Ruiz komt zelf. Legt hem dan voor Olufade met links. En de save van Cordier. Knap gedaan, goed schot van deze Adekami Olufade. Fadiga. Diep voor Ruiz, knappe paas. Ruiz, dat is knap gedaan. Schitterende goal van Brian Ruiz. Uitstekende paas van Fadiga en dan prachtig meegepakt door de Costa Ricaan. En de veer gebroken bij Brussels. Zijn 9e van het seizoen, Brian Ruiz. Genomen vrije trap van Maric. En hier is Ruiz met een hakje voor Moya. Fadiga biedt zich aan daar. En Moya gaat zelf het duel opzoeken en krijgt hem dan nog goed voor. En hier is Sorokin. Ja, lange ren. En dan krijgt hij de overtreding mee. Een gele kaart voor Maric, die de bal ook nog eens wegtrapt. En dat is eigenlijk een tweede gele kaart hoor. Kreeg eerst al geel en dan schopt hij de bal nog eens weg. Is woedend. Ja, die gaat rood krijgen. Voilà, in dezelfde fase twee keer geel en Maric moet eraf. Kouyaté, bal kwijt. Daar is Vermoed doorgestuurd. Cordier verder uit. En weggepegeld. Ruiz, die mag niet te veel ruimte krijgen. En is er nu zelf door, Brian Ruiz. Foley voor doel, Ruiz gaat zelf, Ruiz. En die trapt hem ernaast. Foley stond er, maar stond volgens mij weer buiten spel. Staat een trap te ver, kijk. Ruiz, Rosales vrij op rechts. Twee man in het centrum, Rosales doet het zelf. En een redding alweer van Michael Cordier. Foley en de Beulen waren mee. Roberto Rosales. Ja, mocht het zelf proberen vandaar. Dan doet Toubi. Zola. Zola krijgt hem voor. Daar is Gorius met de kans. Jurgasevic rijdt de meubelen voor Gent. Gorius was daar bijzonder dicht bij de 1-1. De Beulen. Rechts is Rosales vertrokken. Ruiz is erdoor. Gaat hij nog eens scoren? Brian Ruiz. Voor de 2-0, ze zijn met z'n tweeën mee en dan haalt Cordier hem uit de voeten. En dan tikt hij hem tegen de paal, Ruiz. Zowel Vermoed als Foley stonden er. En deze keer had hij wel kunnen pasen. Dat gebeurt nu, neem ik aan. En dan heeft Gent een moeizame, maar belangrijke overwinning behaald. Helemaal tevreden kunnen ze niet zijn, gezien het numerieke overwicht lange tijd. En Brussels gestreden, strijdend ten onder.